22 april was er een bijzondere bijeenkomst van Club Kaas. Club Kaas ging voor het eerst op bezoek. Het bedrijf dat de deuren openzette voor Club Kaas is gevestigd op bedrijventerrein Boekelemeer en heet Rectime. We zijn bij het bedrijf van Rectime met de zusterbedrijven nog Catch Your Talent en UAD Solutions. Maar Rectime is van oorsprong een field marketing bedrijf. Dus wij voeren allerlei soorten van promotie en verkoopondersteunende activiteiten uit. Met name voor merkleveranciers. Dat zijn vaak klanten zoals een Sony of een Intel of een Nikon. Dat soort bedrijven waar wij voor werken. Nou, tijdens de rondleiding hebben we geprobeerd te laten zien hoe divers onze activiteiten zijn en met hoeveel verschillende producten, mensen, klanten we te maken hebben. En dat was eigenlijk de achtergrond waartegen we de presentatie gehouden hebben. En die presentatie liet dan zien hoe je met die diversiteit toch een soort schil kan creëren. Dat iedereen op het juiste moment de juiste informatie heeft om op die manier de juiste beslissingen te maken. Nou, het thema van vandaag was dan social collaboration. Een systeem van samenwerken wat wij zelf geïmplementeerd hebben in de afgelopen jaar. En wat behoorlijk succesvol is verlopen. En daar hebben we vandaag een kijkje in de keuken gegeven. En kunnen laten zien hoe wij dat aangepakt hebben en wat dat ons voordeel oplevert. Ik zag ook nog een enorm magazijn, dat verbaasde me wel even. Ja, dat verwacht niemand bij een marketingbureau. Maar wij hebben ook alle marketingmateriaal eigenlijk van onze klanten op voorraad. Dus alles waar zij, non-core products noemen we dat ook wel. Dus alles waar zij niet direct hun geld mee verdienen, maar wat ondersteunende materialen zijn, dat beheren we voor ze. Dat is vaak een ontzettende grote kostenpost. En wij zorgen dat de kosten omlaag gaan en de effectiviteit omhoog. Maar ook sportief kon er aan de prestaties gewerkt worden. Voor wie op een van de PlayStations de snelste raceronde wist te realiseren, lag een prijs klaar. Charles Rutte van Diepen van der Kroef Advocaten wist de rest van het veld achter zich te laten en mocht het managementboek over de 9PLUS organisatie mee naar huis nemen. Hoe vond u het vandaag? Ja, leuk. Ik vind het altijd leuk. Ik word heel enthousiast als ik andere ondernemers spreek. En het is altijd leuk als mensen enthousiast zijn over je bedrijf en zeggen van wow, wat zijn jullie goed bezig? Heel interessant. Leuk ook. Jong bedrijf. Wel een hoop vraagtekens dat ik wel denk van hoe gaat dat bij andere bedrijven waar toch wat oudere mensen in wat meer hokjes strategieën nog denken. Maar een heel leuk bezoek om gewoon eens te zien hoe het hier gaat. Ik vond het boeiend. Het is een hele mooie manier van open werken. En dat is de sociale vaardigheden. Facebook wordt eigenlijk intern ook gebruikt in een bedrijf. En dat is een hele mooie structuur. Geen angstcultuur, maar een positieve cultuur. Dat vind ik erg boeiend om te zien.